ik ben opgegroeid natuurlijk op het eiland. Dus ja, ik ben het gewend. Dus nee, ik vind het op zich niet lastig, de verplaatsing vanaf Texel. Maar ja, met sommige weekenden loop je er tegenaan dat het vanaf Texel niet te halen is om op tijd bij de wedstrijden te zijn. En ja, dan verblijf ik gewoon in België en dat is dan ook wel relaxed. Ja, dat is, ik vind het echt een superleuke combinatie. Ik train altijd als de kinderen op school zijn. Dus wanneer de kindjes uit school komen, ben ik er gewoon voor hun. En ja, dat is wel heel fijn om dat op die manier te combineren. Ik heb al eerder in Boom gereden. Het is een parcours wat ik super leuk vind om te rijden. En ik denk wel een parcours wat me kan liggen. Toch wel de hoogteverschillen. Ja, het is ook wel technisch. En ook toch wel wat stukken om de snelheid kwijt te kunnen. Dus ik denk dat die combinatie dat mij altijd wel goed ligt. En sowieso hoop ik een mooi klassement neer te zetten voor de superprestige. Dus ik heb een paar wat lastigere wedstrijden gehad in de superprestige. Dus ja, ik hoop echt op een hele mooie uitslag. Ja, ik merk dat de vorm echt wel goed aan het worden is. Ik heb aan het begin van het seizoen heb ik toch een beetje naar de vorm moeten zoeken. Ik merk dat die nu echt wel terugkomt. Ik voel me elke wedstrijd toch wel beter worden. En ja, ik hoop nu vooral die vorm te behouden en natuurlijk ook snel weer een overwinning mee te pakken. En ja, als dat in de superprestige kan zijn, dat is echt nog wel een groot doel. Want ik heb nog nooit eerder een superprestige wedstrijd gewonnen.